Jaren geleden heb ik dit balletje gemaakt en ja, ik speel er nog steeds wel vaak mee. Hij ligt gewoon naast mijn bank. En nu ik al deze leuke kleurtjes leer heb gekregen, is het misschien wel weer leuk om weer eens zo'n balletje te gaan maken. Of twee. Dus ja, vandaag maken we zo'n balletje. Hoi, ik ben Peter en dit is een nieuwe aflevering van Ik Maak Dus Ik Ben. Ja, de eerste stap is natuurlijk om een paar kleurtjes te vinden die mooi bij elkaar passen en waar die ook uitpast. Het is toch nog wel groter dan ik denk. Oké, hier past sowieso wel zo'n paneeltje uit. Nou, ik heb hier een paar kleuren gevonden. En ja, ik ga er gewoon op de laser wat panelen uitsnijden. Ja, dit leer valt zo lekker soepel. Zo, dan is de hoogte goed. Gaan we even checken of alles erop past. Ja, dit gaat ruim passen. Hij snijdt hem eerst uit en dan doet hij de gaatjes pas. Niet helemaal handig. Oké, omdat hij hier naar beneden is gevallen, zitten deze gaatjes niet helemaal mooi op zijn plek. Ik ga hier een extra steuntje in zetten. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Want ik heb leer zat. En hij doet me iets van 2 minuten over een zo'n ding, dus ja, het is beter om hem even opnieuw te doen als we met een mislukte verder te gaan. Ja, dit stukje past er maar net op, dus ik hoop dat het gaat passen. Het is echt wel living on the edge. Dan heb ik zoveel leer en dan nog zoek ik de randjes op. Maar hij past net. En dat is noodzakelijk omdat ik niet zoveel van dit kleurtje heb en ik het wel een heel leuk kleurtje vind. Ja, en dit is een snijrestje van mijn truckzitting, dus ja, het is ook weer mooi dat ik dat nog even kan gebruiken. Nou, eens even uitzoeken wat leuke kleurencombinaties zijn. Deze en deze is volgens mij wel heel mooi. En dan deze en deze. En deze en die. Dit is ook wel een beetje de kleuren van de makerspace, hè? Oranje met grijs. Ja, ik weet niet echt hoeveel touw dat ik moet gebruiken, dus ik gebruik zoveel. En dan voor de volgende zie ik wel of ik meer of minder rand kunnen nemen. Oh. Ja, leer naaien doe je meestal met 2 naalden. Aan beide kanten van de draad een naald. En dat heet dan een zadelsteek. En het voordeel van een zadelsteek is dat als de draad ergens breekt, dat die dan nog steeds helemaal vast zit. Eigenlijk naai je hem gewoon 2 keer. Ja, bij zowel het midden hier als het midden hier heb ik een puntje gezet. Zodat ik weet welke dat op elkaar moeten. Dus als we puntje in het puntje zetten, dan weten we in ieder geval dat die goed op elkaar zit. Ja, als het goed is, als we helemaal rond zijn, komen we weer zo uit en dan hebben we een bal. Maar vlak voordat die helemaal rond is, moeten we hem binnenste buiten draaien en dat is ook altijd nog een avontuur. Nou, het grappige van een zadelstik is dus dat je deze naald die kant erdoor doet en de andere naald de andere kant op erdoor. En dat zorgt ervoor dat hij dus van 2 kanten af genaaid is. En dan als de ene breekt of de andere breekt. Hé, wacht even, dit gaat niet goed. Oh, het gaat nu al mis. Het eerste gaatje wat ik doe is al het verkeerde gaatje. Deze moet even terug. Echt, hè. Op deze manier ben ik hier heel lang mee bezig. Eens kijken of we wat we er nu van gebakken hebben. Weet je wat, ik begin even helemaal overnieuw. Oké. Dan ga ik nu door met deze door. Dit gat en dan moet ik hier ook het tweede gat hebben, precies. Die hier doorheen. En aan de andere kant doe ik hetzelfde, dus gaan we hier. Tweede gat. Kijk, en nu klopt die wel. Dan kunnen we nu deze weer pakken. En dit wordt een onzichtbare steek, want dit komt aan de binnenkant te zitten. Dus dit hoeft er niet mooi uit te zien. Als het wel mooi moet zijn, dan probeer ik ook elke keer van dezelfde kant te beginnen. Want dan zit dat wat mooier. Dus hier ga ik nu door het volgende gat. En dan check ik nu of ik hier ook in het volgende gat zit. Ja, dat zit ik. Nou, als we straks helemaal rond zijn. Even kijken hoor, klopt dit nou? Nee, hè? Doe ik het nou weer niet goed? Dan doe ik het weer niet goed. Oké, ik ga hem weer uithalen. Echt hè? Oké, zijn we weer terug bij af. In plaats van zo, wat ik net deed, moet ik hem zo aan elkaar hebben natuurlijk. Deze in het volgende gat. Nou, en dit nu totdat we helemaal rond zijn. Kijk, het begint al echt de vorm te worden.
Ik hoop dat het me straks ook lukt om de binnenkant weer naar buiten te keren. Nou, inmiddels is hij helemaal rondgenaaid, maar nu komt een van de moeilijkere klusjes. Zoals je ziet had ik net genoeg draad. Voor dit gat moet ik hem helemaal binnenstebuiten gaan keren. Dit heb ik al eerder gedaan en toen lukte het ook voor geen meter, maar toen heb ik wel deze spijker gemaakt, die bot is. En dat hielp toen. Oh, dit is echt niet te doen. Hoe heb ik dat vorige keer gedaan? Toen komt te beginnen dunner leer. Ik krijg toch nooit die hele bal doorheen. Oké, meer dan dit ga ik er niet doorheen krijgen, dus ik geef me gewonnen. Ik ga het weer terugtrekken en ik ga een grote gat maken. Dus dat betekent dat ik een stuk van stiksel weer uit moet gaan halen. Oké, ik heb nu een veel groter gat. Hopelijk krijg ik hem daar wel doorheen. Oké, dit voelt alweer veel haalbaarder in ieder geval. Oké, ik moet nu alleen dus even dit weer aan elkaar zien te naaien. Dus nu ga ik hier binnen door naar het volgende gat. Buitenlangs naar het volgende gat. Binnen door. Buitenlangs. Oké, dan gaan we dit eventjes strak trekken. Ja, dat werkt gewoon. Nou, uiteindelijk na heel veel avonturen hebben we hem helemaal rondom gestikt. Dus dit moet ik eventjes weer openmaken. Zodat we hem kunnen vullen. Om hem te vullen heb ik vogelzaad. Dat schijnt gewoon het lekkerste te zijn van stressbal. Ik heb deze trechter vorige keer er ook al voor gebruikt. Dus die is al soort van op voorbereid. En dan is het gewoon een kwestie van... Ik weet niet hoe ik dat vorige keer heb gedaan. Het zaad wilde niet echt door. Kennelijk is dit de manier. Ja, de laatste beetjes is echt lastig erin te krijgen. Ik wil hem echt nog wel voller hebben dan dat hij nu is. Ik denk dat dit hem is. Dus dan is nu een kwestie van hem helemaal dicht zien te krijgen. En dan nu een knoop erin. Oeh, en dan is het toch wel weer een lekker balletje geworden hoor. Best goed gelukt, al zeg ik het zelf. Ja, deze twee heb ik al gemaakt en zien er allebei heel gaaf uit. Maar als derde wil ik er nu eentje maken met de stiksels aan de buitenkant. En dat is gewoon een nieuw avontuur. Ja, dat is een stuk makkelijker om te maken. Maar ja, misschien is het minder fijn om een stressbal te gebruiken. Maar misschien ook wel. En ik heb inmiddels ook een paar tieners die er zelf een willen gaan maken. En als dit een goed resultaat geeft, is dit wel een veel makkelijkere manier voor ze. Ik heb hiervoor een oranje touwtje gebruikt, omdat ze zijn nu aan de buitenkant, dus ze zijn nu zichtbaar. Dus dan maakt de kleur van het touwtje wel uit. Normaal gesproken gebruik ik gewoon een saai witte. Zelfs nu die nog niet gevuld is, ziet hij er al best wel cool uit. Dus gaan we maar eens vullen. Even vullen blijft toch altijd lastig. Ja, en dan nu nog even het allerlaatste stukje dichtnaaien. En dan nu een knoopje erin. Die wil ik er natuurlijk tussen hebben. Dus ik ga maar door één laagje leer heen. En als ik hier nu een knoop in leg, dan zit die tussen de twee lagen leer. Als het goed is, zie je daar straks helemaal niks meer van. Die kan ik hier nu naar binnen prikken. Kijk, perfect. Oeh, ja. Wat is leuker? Ik denk dat ik deze toch wel leuker vind. Maar ik vind deze toch zeker niet lelijk. Maar hij houdt wel minder lekker vast. Dit is echt helemaal zacht. En ja, dit is gewoon wat ruwer. Nou, ik vond dit weer hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Tot volgende keer.